Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 7 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Mijn hart zit weer een beetje wild. Ik voel me een beetje een ongetemd leeuwtje qua haar. Maar het wil gewoon niet zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb ook weer een vlek in mijn broek, dus die moet ook lekker de was in vanavond. Want ik liet het kwastje van mijn oogschaduw op mijn broek vallen. Dan kun je dat er wel makkelijk uithalen. Maar ja, hij mag wel in de was. Want je hebt kans dat je volgende week toch wel weer andere broeken aantrekt. Omdat de temperatuur oploopt. Ik merk wel dat ik het in huis niet heel erg vind om een korte broek aan te trekken. Maar dat ik het naar buiten toch wel een grote stap vind. Omdat ik ben altijd super wit. Ik word ook gewoon niet echt bruin. Ik word rood, ja. Maar bruin word ik niet echt. Dus dat vind ik lastig. Maar soms moet je er overheen zetten. Maar ik denk dat het ook gewoon een stukje onzekerheid is. Ik heb gisteravond weer, ik weet er alles van, gekeken. Ik vind het super leuk om altijd naar te kijken. Ik word er ook wel rustig van. Ik vind het gewoon altijd een hele gezellige quiz. En het wordt leuk gepresenteerd. Ik vind het gewoon heerlijk om naar te kijken. Leuk ook om mee te doen. Al weet ik echt niet alles. Maar het is wel leuk. Daarna heb ik Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. Dat vond ik wel heel heftig. Want het ging over een vader die stalkte zijn voormalig gezin. Die vader die was gewelddadig. Toen op een gegeven moment heeft de moeder met haar twee kinderen de spullen gepakt om daar weg te gaan. Maar die vader wist ze elke keer weer te vinden. En ja, inmiddels stalkte die vader zijn voormalig gezin dus nog steeds. Dus de moeder, de broer en de dochter. De zoon en de dochter moet ik zeggen. Maar die dochter die wilde haar verhaal dan daarbij doen. De moeder en broer hebben we niet duidelijk in beeld gezien. Maar uiteindelijk hebben ze wel een confrontatie gedaan. En het leek erop dat het wel gestopt was. Dus ik ben wel benieuwd. Daarna heb ik nog een stukje van Kopen zonder kijken gekeken. En ben ik nog eventjes weer een spel gaan doen. Toen heb ik de vlog afgemaakt. Die staat klaar. Die moet alleen nog ingepland worden. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. Dus dat was de avond. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Echt super spannend. Ik zit er zo lekker in. En ik vind het ook wel interessant om te zien. En daarna blauw blauw. En toen ben ik lekker naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Wat ook echt een heel leuk boek al is. Ik ga de was zo in de droger doen, want die is klaar. Dat was wel een beetje jammer. Ik vond net nog weer een washandje. En die had er eigenlijk bij gemoeten. Maar ja, die ben ik vergeten. Dus die moet de volgende keer er maar weer bij. En dan ga ik hier de boel doen en de slaapkamer proberen af te maken. Ik moet alleen even kijken wanneer ik mijn bed nu kan gaan verschonen. Want normaal doe ik dat op vrijdag. En ik weet natuurlijk niet wanneer ik dat red. Even kijken. En dan ga ik dat doen. Ik heb nog wat andere dingen voor jullie al gefilmd die ik heb gedaan. Dus dan ga ik jullie ook even naar laten kijken. En dan ga ik even muziek aanzetten en aan de gang. Dus dat is voor nu even de planning. Dus tijd om aan de gang te gaan. Ik heb dus ook nu de onderzetters neergezet. Je kunt er gewoon zo inpakken en dan neerleggen. Maar ik vind het wel heel leuk staan zo. Het
geeft het meer rust, het staat wat netter. Dus ik vind het leuk. Zo, ik ben klaar. Ik heb de slaapkamer helemaal klaar. Ik moet dus alleen nog het bed verschonen, maar het schoonmaakwerk is helemaal klaar. Ik wist niet dat ik het allemaal zou kunnen redden, maar het is gewoon gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Alles is hier heerlijk schoon, dus dat is ook gewoon heel fijn. Alles goed afgezogen. Ik wil alleen even de kussenhoesen wassen, maar dat komt volgende week wel. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Ik heb het nu wel echt warm, maar ik weet ook niet hoeveel graden het is. Even kijken hoor. Hoeveel graden is hier binnen? Oh, 23. Fijn. Even kijken. En hier buiten is het ook 23. Maar ik ben blij dat alles weer gelukt is. Dus dat is wel echt super lekker dat alles klaar is. Bed verschonen ga ik even kijken wanneer ik dat dan ga doen. Maar nu ben ik het ook wel zat. Even het pakketje klaargemaakt met de inktkartritjes die weg moet. Ik weet niet of het morgen redt. En anders kan ik het vrijdag wel eventjes wegbrengen. Dus, maar het is fijn dat het klaar is. De ventilatie zit lekker aan. De droger is nog bezig, want de handdoeken zitten erin. Nou ja, dat maakt het nu natuurlijk extra warm. Maar goed, katten hebben net lekker gegeten. Dus ik ga nu zo ook eventjes lekker relaxen. Ik ga heel eventjes Mickey daar weghalen. Mickey, kom. Nee, kom maar. Katten, de boodschap is klaar. Ik had ook weer wat oude papieren gestopt op morgen wegkomen. Dan zit ze daar een beetje te klieren. Ik ga zo dus even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weet er alles van, kijken en kinderen kopen een huis. Daar heb ik wel weer zin in. Daarna ga ik eventjes kopen zonder kijken afkijken. Ik ga nu even de beste van de slechtste chauffeur morgen kijken. Want morgen is meester Frank Visser een herhaling. Dus ga ik dat morgen lekker kijken. Ik ga denk ik nog even gamen. Ik moet nog even één nieuwe foto maken. Maar dat is straks zo gebeurd. Dan ga ik de vlog uploaden en ook even een thumbnail schrijven en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie en weer Blauw Blauw kijken. En daarna weer lekker naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga nu in ieder geval de camera opladen, want die batterij is bijna leeg. Dan ga ik even lekker relaxen, want ik ben er nu wel eventjes klaar mee. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 8 juni. Ik ben klaargemaakt. Het is niet zo heel zonnig. Het is op zich prima. Er waait wel een flink windje, dus het is op zich wel fris. Dus ik zit nog een beetje in twijfel of ik een jasje aan moet trekken tegen de frisheid. Maar dan moet ik zo eventjes kijken, want ik ga vandaag weer boodschappen doen. Dus ja, dat is gewoon prima. Gisteravond heb ik gekeken naar... Oh ja, kinderen kopen een huis. Ja, op zich wel een mooi huis. Ik vond het andere huis wat ze op het oog hadden mooier. Maar ja, ze waren voor de hogere bieding gegaan, dus dat konden ze niet kopen. Dus nu hadden ze een ander huis. Vond ik zelf iets minder mooi. Maar ja, goed. Die kinderen waren er heel blij mee. En die ouders uiteindelijk ook wel. Dus dat is prima. Daarna heb ik even kopen zonder kijken afgekeken. Ja, dat klopt. Ja, verder ook wel een mooi resultaat geworden. Dus dat was ook prima. Ik heb nog even gegamed. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. De vlog ingepland. Thumbnail gemaakt. Alvast wat foto's voor het artikel van morgen bewerkt. Want ik weet natuurlijk niet hoe laat ik morgen thuis ben. Maar ik zal later vandaag even vertellen wat ik nou morgen ga doen. Toen ben ik lekker mijn Netflix serie gaan kijken. Wat ja, gewoon echt steengoed is. Echt een aanrader. En daarna nog even Blauw Blauw. Dat was ook wel heel spannend. En toen ben ik mijn boek lekker gaan lezen en geslapen. Maar ik heb wederom niet zo goed geslapen. Ik word dan al vrij vroeg wakker. Dan moet ik een keer naar het toilet toe en dan ja, heb ik moeite om weer in slaap te vallen. Dus je wordt heel nou, wakker en dan die ogen die niet meewerken. Dus het is allemaal niet fantastisch. Maar goed, ik ga even de bakken scheppen en de stofzuiger doorheen trekken. En dan wacht ik tot mijn coach is en dan ga ik boodschappen doen. Dus ik ga jullie nog wel even meenemen naar de winkel. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Thank you.
terug van de boodschapjes. Ik heb allereerst 2 keer de handschoentjes, want deze zijn dus iets steviger als die van de Lidl, want daar was ik dus zo doorheen. Ik heb een beetje de hik, sorry. Slavinken. Broccoli. Kijk hoor. Cola. Even kijken wat er onderin zit. Wat wil je eruit halen? Want het is allemaal een beetje een bende. Kipfilet. Kipdijfilet moet ik zeggen. Nou, ik ga morgen kijken naar de avondvierdaagse. En daar moest ik even wat snoep voor hebben. Dus ik heb hiphops, roze hiphops in een zak erop gehaald. En dat ga ik dus morgen doen. Ik ga dus morgen een dagje naar mijn vader, want die gaat de avondvierdaagse slopen. En daar ga ik dus naar kijken. Maar dan ga ik al wel op tijd dan heen waarschijnlijk. Spekjes. Oh, ik heb zo de hik. Chocomel. Nou, hier liggen ook wat dingen in die ik even niet kan laten zien. Dat zijn cadeautjes. Danoontje. Dan heb ik even weer een paar van die dingen gehaald. Want die zijn weer allemaal leeg. Dus die. Lavendel. Ik heb Tropical Flowers en Fresh Linen. Dus ik ben heel benieuwd. Frikandellen. Bonen. Nou, het zakje handschoenen. Voor zondag heb ik lekker een riplap. Aardappeltjes. Patatjes. En 2 keer de bakken en braden, want die was bij de Boni in de aanbieding. En 2 keer een Remia frietsaus. Dus dat waren de boodschappen voor nu. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik eventjes strakjes lekker douchen en eten. Zo eerst even lekker relaxen, want ik ben aardig zat nu. Dan ga ik vanavond even de beste van het slechtste chauffeur terugkijken. Ik probeer al een heel groot deel van mijn blogpost klaar te zetten voor morgen. Ik denk nog even gamen. Sorry hoor, ik heb zo de hik. Netflix serie kijken, blauw blauw. En dan nog even mijn boek lezen en dan ga ik slapen. Want morgen heb ik best wel een drukke dag. Maar dan ga ik jullie morgen nog wel proberen in mee te nemen. Maar eerst eventjes opruimen. Nou, verdorie. En dan eventjes mijn dingen doen. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede morgen. Ik zal jullie een beetje inzoomen, want ik een beetje verleg. Het is vandaag vrijdag. Het is 9 juni en ik ga me er zelf dus even klaarmaken. Ik heb net even een primer op mijn gezicht geknald. Ik ga natuurlijk straks weg. Ik ga een dagje naar mijn vader met de avondvierdaagse. Had ik gisteren al een beetje verteld. En ik heb overwogen of ik mijn lenzen erin zou doen, maar ik ga het niet doen. Niet omdat ik het niet wil, maar eigenlijk puur vanwege het feit dat ik nu al hele zere ogen heb. Door die hooikoorts. En ik weet gewoon zeker dat als ik er nu lenzen in knal, het gaat onwijs irriteren, want ja, je komt met die lenzenvloeistof in aanraking en de onderkant van mijn ogen die doet al vrij veel pijn. Dat gaan mijn ogen niet leuk vinden. Dus ik ga het maar niet doen. Wel jammer, want ik kan natuurlijk nu geen zonnebril op en ik heb nog altijd geen zonnebril op sterkte. Dat roep ik ook al heel lang dat ik die nog een keer moet kopen. Dat is ook nog een keer in de planning, maar ja. Dus dat is eventjes wat het is. Dit bijt ook gewoon eigenlijk al, maar gewoon mijn hele huid is gewoon droog. Ik heb gisteravond gekeken naar de beste van de slechtste chauffeur van Nederland. Dat is op zich wel grappig om te zien hoor, maar bij sommigen zal het best wel kunnen helpen, maar ik denk ook bij sommigen die kunnen het gewoon niet leren. Vooral die ene, die vind ik gewoon, die meid vind ik gewoon echt niet zo heel slim. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik heb nog even gegamed. En ik had gisteravond een blaar op mijn vinger. Ik had het gevoel alsof mijn vinger verbrand was. Maar dat was niet het geval, want ik heb hem niet verbrand. Maar dat gevoel gaf mijn vinger, dus het deed heel veel pijn. En toen keek ik later met de zaklamp. En toen zag ik dus letterlijk dat er een blaar op zat.
Dus ik dacht, nou, die moeten we even doorprikken. Dus die heb ik eventjes vakkundig doorgeprikt. Ik heb het idee dat er nog wat vocht in zit. Dus misschien moet die nog een keer. Ik had er wel twee prikjes in gezet. Maar ik heb het idee dat er nog wat vocht in zit. Ik heb mijn foto's bewerkt en zelfs al een stuk van mijn blogpost geschreven. Dat vind ik wel heel fijn. Dan hoef ik vanavond niet zo heel veel meer te doen als ik thuis kom. Dus dat is wel prettig. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Dat was weer super, super leuk. Ja, super leuk. Ja, gewoon spannend. En daarna heb ik nog even blauw-blauw gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. En toen ben ik gaan slapen. Maar ik was ook alweer heel vroeg wakker. Maar ik echt nu het warmer weer wordt. Ik slaap de hele week al heel slecht. Dus ik hoop dat het wel even weer wat beter gaat worden. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet. Ik ga zometeen, als ik klaar ben, nog eventjes alvast wat extra drinken voor de katten klaarzetten. Want het wordt natuurlijk een warme dag. Dus ik wil wel dat ze voldoende te drinken hebben. En ik ga ook eventjes wat extra voer erin doen. Ja, dan krijgen we nat voer natuurlijk nu ook wat later. Want het heeft geen zin om het nu al te geven. Want ik weet gewoon dat ik dan van de week gewoon zelf weer een heel groot probleem heb als ik ze het alleen maar vroeger ga geven. Dus dat, zo. Eventjes die rare lekkere blender natuurlijk. Nou ja, ik ga jullie gewoon vandaag een beetje meenemen. Ik weet niet in hoeverre ik kan filmen, maar dat gaan we wel zien. Dus ik ga mezelf even verder klaarmaken en dan ga ik straks de deur uit. Dus ga jullie meenemen. Dus ik zie jullie later. Kijk, hem smelt jij ook. Joe. Hap. Mama eentje voor ook. Hup, mama. Oh nee, eerste kindje. Zo hoort het ook, hè? Eerste kindje schoren. Hap, hap. Zo, jij bent snel, joh. Je moeder moet ook eten, hè? Goed zo, mama. Nou, dat gaat er wel in als zoete koek. Zo, die zijn snel, die zwarte, hè? Ja. Ze happen, ze kauwen ook helemaal niet. Kom maar halen. Kom maar halen. Hij zou het niet, denk ik dat hij het doet. Goed zo, witte ook eten. Oh, schattig. Hij heeft geen zin om het te halen, hè? Hap, hap. Nou, eet je nou gewoon het brood? Oh, ik wou zeggen, dat is wel een beetje gemeen anders. Jee, hop, hop. Oh, kijk, zo gaat het goed. Zo gaan ze echt... Thank you.
Chocolade? Krijg je Johnny Folders? Wil je nu een sticker? Nou, we gaan op met Albert. Oh, daar loopt. Jij bent zeker ergens vooraan. Ja, ik zie denk ik al ook bij jou hoor. Ja, natuurlijk. Ja, die moet weer vooraan. Ja, natuurlijk. Nu moet ik die. Ja, ik zie hem al. Hij is zeker ook uit. Precies. Moeten we opletten dat we dat ja, doen? Ja. Oh, zij loopt al. Nee, oh, dat is Timo. Hey. Hoi. Dat was die man. Ja, dat was hem. Ik ben echt niet exact dat dit doet maar mij. Nou, moeten we de chapine weer in de gaten houden? Dan heb ik die ene ook weer die. Ja, maar dan zouden die weer achter die Albert Heijn lopen. Ja, dat zal wel. Die kans is aanwezig. Nee, ze hebben het niet meer gevonden, inderdaad. Nee. Maar dat maakt niet uit. Oh, dat hondje loopt uit. Oh ja, lief. Nou, ik hoop niet dat hij de hele week gelopen heeft. Dat zou ik zielig vinden. Nee, Goed. Hoor er maar weer mee. Zwaar, hè? Hartstikke. Dat is een vrouw van Dijk. Van de oude tandarts. Tjoh, die zit niet. Ik heb die hele Sabine niet meer gezien of wel. Oh, dat komt zo. Loop zeker weer achter die Albert Heijn. Nee, zij is ook niet. Zij is oh ja, Albert Heijn dus nog. Ja, maar ik weet niet of ze daar weer achter lopen. Nee, nou weet ik het ook niet hoor. Anders moet ik hem thuis geven. Ze heeft heel veel die zakjes al gehad. Die clowns lopen hier. Oh, komen ze eraan? Oh ja, lopen ze bij die clowns? Ja, oké, gelukkig. Oh ja, achter de clowns. Achter de clowns, oké. Okay. Ja. Als je een Erwin kwijt. Hè? Jullie hebben niet goed genoeg gezocht. Heel boekig, maar is je een Erwin kwijt? Ja. Hij staat weer. Hij is aan bekend en hij was weg. Hoi. Isabel. Hebben ze nou maar nog maar één muziekding dan? Ik heb alleen die ene die gevonden, maar het is niet het best. Oh, ah, ja, oh, die ja. Moest je nog dan? Nou, niet per se hoor. Oh. Nee, niet per se. Komen de scholen nu al? Ja. Oh, inderdaad. Thuis. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb geen ogen meer over voor mijn gevoel. Het doet zoveel pijn. Ik was mijn make-up echt volgens mij vanmiddag al kwijt.
Maar dat komt ook gewoon even omdat ik een extreme lachbui had. En dat ging met huilend toe. Dat was gewoon eventjes heel extreem. Gewoon de slappe lach. Dus nou ja, goed. Intocht van Avondvierdaagse gekeken. Was leuk om ook gewoon een keer vanaf de zijkant mee te maken. Ik heb zelf ook altijd meegelopen. Maar ja, omdat ik natuurlijk daar niet meer woon. Loop ik al jaren eigenlijk niet meer mee. Dat is ook prima, weet je. Het was gewoon leuk om ook een keer van de andere kant mee te maken. En dat was wel leuk om te zien. Dus ja, dat was op zich wel, wel leuk. Ik heb, ik ben nu dan weer eventjes thuis. Ik moet nog wel even de video in elkaar zetten. Ik denk niet meer dat ik de blogpost red. Dan ga ik nog eventjes lekker wat tv kijken. En dan ga ik straks ook mijn bed in. Ik ben best moe. Ik was vanochtend ook al echt heel vroeg voor de wekker wakker. Ik slaap gewoon heel slecht door de warme temperaturen. Dus ik ga nu gewoon nog eventjes in de relax modus. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks doen. Ik had nog wel even een paar dingetjes gehad. Maar die zal ik morgen wel eventjes laten zien. Taartje is ook weer blij dat ik thuis ben. En vriendje, ben je weer blij dat ik er ben? Dat zien we wel. Dus ik ga nu in ieder geval in de relax modus. Ik ga dan straks wel even mijn Netflix serie kijken. En nog even een serie van parels en zwijnen. Maar dan ga ik nu eerst eventjes mijn video klaarmaken. Dat die in ieder geval wel morgen online komt. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is alweer 10 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ben wel weer bijgetrokken. Het is nog niet helemaal weg, maar het kost bij mij een paar dagen. Maar goed, dat komt wel helemaal weer goed. Ik heb gisteravond niet zo heel veel meer gedaan. Ik heb wel de video in elkaar gezet. Die is afgekomen. Dat was wel fijn. Maar mijn blogpost heb ik gelaten voor wat het was. Die ga ik afmaken nog hoor. Die komt alsnog online. Maar ik had eigenlijk geen fut meer. Ik had zoveel last van mijn ogen. En ik bedacht me in één keer. Ik had er ook altijd oogdruppels bij van de huisarts. Maar die heb ik al een poos niet meer. Dus ik ga gewoon even het merk opzoeken van die oogdruppels. En dan ga ik gewoon eventjes kijken dat ik die alsnog weer eventjes kan bestellen. Want ik heb het echt nodig. Want mijn ogen, het is een drama. Ik heb er zoveel last van. Inmiddels zit muis hier bij mijn voeten te knuffelen. Die hebben me ook gemist. Die heb ik natuurlijk gisteravond toen ik thuis kwam gelijk gevoerd. Ik had natuurlijk wel de bakjes nog extra gevuld. Ik had extra water neergezet, wat ook al op was. Dat heb ik net weer bijgevuld. Maar ik, ja, gewoon. Ik was natuurlijk mee aan het praten over mijn ogen. Voordat de kat aan mijn voeten begon te knuffelen. Ik had daar zoveel last van dat ik dacht: van ja, ik moet eigenlijk die oogdruppels hebben. Want de tranen die vliegen mijn ogen uit. Het is echt niet fijn. Ik heb er nog nooit zoveel last van gehad als nu. Ook had ik gisteravond gelijk weer een zonnesteek. Mijn voeten jeukten. Er zitten weer allemaal bultjes op. Zonnesteek? Nee, zonneallergie bedoel ik. Ik had een zonneallergie, had ik. En ik merk gewoon, ik heb dat gewoon met warm weer. Ja, en ik ben natuurlijk niet gewend om veel buiten te komen. Zoals gisteren ben ik best wel veel buiten geweest. Dus dat. Ik had ook nog eens een dikke blaar. Die is opengesprongen. Gaat hij dat scherp stellen? Nee. Hallo. Ik focus toch? Staat die optie weer uit of zo? Ja. Hij heeft er geen zin in. Maar ik had een blaar op mijn vinger. En die was nog niet helemaal leeg. Die had donderdag wel leeggeprikt. Maar die is dus opengesprongen. Dus ik mis een stukje vel. Dat doet best wel zeer. Dus dat is allemaal fijn. Toen ik mijn video af had, heb ik nog even mijn Netflix serie gekeken. En ik had ook gezegd, ik ga Parels en Zwijnen kijken. Heb ik ook wel gedaan. Maar eigenlijk wilde ik Mokro Mafia kijken, maar dat doe ik vanavond wel lekker. Want vanavond dan ben ik toch weer, dan ben ik gewoon weer thuis natuurlijk. Heb ik gewoon mijn eigen ritme weer, dat doe ik vanavond wel. Toen heb ik nog een klein stukje van het boek gelezen. Toen ben ik ook eigenlijk als een blokje slaap gevallen. Dus ik was verder ook wel moe. Ik ga straks nog wel even proberen te laten zien welke spulletjes ik nog had gekocht. Dat was niet heel veel bijzonders, maar ik had nog wat dingetjes gehaald. Die ga ik eventjes laten zien. Maar ja, zoals jullie zien, het is weer donker in huis. Dus ik heb de gordijnen ook weer dicht zitten. Dus ik vlog nu gewoon met de lampen aan. Ik moet zeggen, deze camera pakt het goed op. Maar omdat het zo donker is in huis, doe ik het dus nu weer zo. Omdat ik de boel dicht laat zitten vanwege de warmte. Ik ga zo gewoon even stofzuigen en de bakken scheppen en even wat kleine dingetjes doen. Ik heb voor jullie nog wel de slaapkamer gedaan, dus dat ga ik jullie laten zien. Want verder ben ik niet zo heel veel van plan, dus ik ga het een beetje rustig aan doen. Dus dat ga ik eventjes doen. Maar ik laat straks nog even spulletjes dus zien. Oh,
ik zal nog even proberen te laten zien wat ik had gehaald. Maar zoals ik al zei, het is dus erg donker. Wat ik heb. Ik heb een houder voor Scrub Mommy. Dus eigenlijk dan Scrub Daddy staat erop, maar Mommy past hier ook aan. Er zit aan de achterkant een zuignapjes. Die kan ik dan aan de muur hangen en daar kan dan Scrub Mommy aan. Iedereen, ze hebben hem ook in Lemon Fresh. En ja, die kan er dus gewoon aan. Dus deze. Dan heb ik nog een nieuw hoesje voor mijn AirPods. Dus deze. En er zit een nijntje op. Die vond ik gewoon heel schattig. Kom bij de HEMA vandaan trouwens. Voor mensen die dat interessant vinden om te weten. Kijk. Dat is met nijntje. Dan zie je de witte kleur van je hoesje er doorheen. Er is nog een bakje met twee vakjes. Ze hadden geen roze, helaas. Het is meer paarsachtig. Hier zitten dan twee vakjes in. Dat is nog wel eens handig om even, ja, als je iemand invriest of zo, twee vakjes. En het laatste wat ik heb gekocht, en daar ben ik zelf heel blij mee, dat is een nieuwe controller voor de Switch. Maar dit is de Pro Controller. Het is dus een zwarte. Je hebt hem ook wel in varianten, geloof ik. Ik kan hem even openmaken, want ik moet hem denk ik toch even opladen. Kijk, jij krijgt er een oplaadsnoer bij. Ik heb nu nog een heel goedkoop controllertje die ik bij de Techpleister heb gekocht. Maar ik wilde wel heel graag een Pro. Want die vind ik ligt niet zo heel fijn in de hand. En deze is gewoon wat zwaarder. Dus dit is gewoon een Pro controller van Nintendo zelf. Ze zijn wel wat duurder, maar ik vind hem wel heel fijn en mooi. Ik kan nog wel even een duidelijk plaatje in beeld neerzetten. Want dit filmt natuurlijk niet heel lekker omdat het zo donker is. Maar dat had ik dus eventjes nog gehaald. Ik ga nu zo eventjes lekker douchen. Straks even eten. Vanavond ga ik eventjes lekker het jachtseizoen kijken met Donnie en Mart Hoogkamer. De beste kijkers. Ik probeer even mijn blogpost af te maken. Dan ga ik eventjes de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En daarna ook weer eventjes kijken naar Mokro Mafia dus. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 11 juni. Ik zit nog even lekker op de bank. Ik moet wel eventjes wat gaan doen. Ik moet mijn voeten weer eventjes veilen. Want die doen nu extra weer pijn. Ik heb een hele dikke wang voor mijn gevoel. Het doet aan de binnenkant van mijn wang doet het pijn. Dus ik had dat in de groepsapp gezegd. Toen zei mijn moeder van kun je niet even met de zaklamp kijken. Dat heb ik dus net gedaan. En er zit dus een heel klein rood bultje aan de binnenkant van mijn wang. Nou, die doet waarschijnlijk gewoon heel erg veel pijn. Dus ik ga zo gewoon eventjes ook een ibuprofennetje nemen. Want die zijn ook ontstekingsremmend in de hoop dat het misschien de pijn wat verlicht. Maar voor mijn gevoel heb ik echt zo'n wang, zeg maar. Je ziet eigenlijk helemaal geen verschil. Dus het is bij mij gewoon, het gevoel is er. Maar slikken doet dus pijn aan die wang. En ik heb ook gewoon het gevoel dat ik heel dik slijm heb. En ik merk ook dat je daardoor ook minder wilt drinken omdat slikken pijn doet. Maar ja, omdat het natuurlijk warm is, moet je wel blijven drinken. Ik merk ook bijvoorbeeld eten aan deze kant gaat niet. Dat merkte ik gisteravond al. Ik kon alleen maar aan links eten en niet aan rechts. Maar ik weet in ieder geval dus dat een klein bultje zit. Die zal uiteindelijk wel weer minder worden. Maar ja, het is nu gewoon eventjes lastig. Het is nu gewoon even pijnlijk. Misschien heb ik wel klem gezeten, iets met eten of zo, wat een beetje een beschadigingetje heeft gegeven. Ik weet het niet. Maar goed, dat is nu eventjes lastig. Ik ga zometeen gewoon wel even stofzuigen en de bakken even scheppen. Ik denk even dat ik de tweede ventilator hier ook neerzet. En ik denk ook dat ik met slapen vanavond ook deze ventilator meepak en ook in de slaapkamer erbij zet. Want het is echt anders wel te warm. Ik ga wel gewoon even foto's maken en zo, maar ik probeer me niet zo druk te maken. Ik heb gisteravond het jachtseizoen gekeken, was wel echt super leuk, maar er zat echt geen plan in. Uiteindelijk zijn ze niet gepakt, dus dat was wel heel leuk dat ze dat niet hadden. Ja, dat ze niet gepakt waren. Daarna heb ik even de beste kijkers gekeken, was ook wel leuk. En toen ben ik mijn blogpost gaan afschrijven, dus die heb ik alsnog online kunnen zetten. Ik heb de vlog al voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dus dat is ook fijn. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken.
super spannend. En daarna nog weer eventjes. Mokromafia was ook wel weer spannend. En toen ben ik naar buiten gegaan om het boek te lezen. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga nu gewoon eventjes mijn dingen doen. En dan ga ik gewoon straks even foto's maken. Ik zal straks even de fotospullen in ieder geval laten zien. Maar nu is mij eventjes weer even goed stofzuigen. En die tweede ventilator even een plekje geven. Nou, ik heb fotospullen gepakt. Ik had ook nog een oogschaduwpaletje gepakt. Maar ik weet even niet waar ik die heb neergelegd. Dus die moet ik de van de week, als ik hem heb gevonden, eventjes alsnog fotograferen. Maar ik had even wat was naar boven gedaan. Ik ben gewoon eventjes helemaal klaar mee. Er ligt overal was. En je kunt boven bijna niks doen vanwege die warmte. Dus ik hou het gewoon even hierbij. En dan ga ik hem van de week, kom ik hem tegen. En dan ga ik hem eventjes fotograferen. Ik ga nu het Bubble Face Cleanser met rosewater proberen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Lijkt me ook heel erg lekker. Dus die. En dus even de limited editie van Catrice The Secret Garden. Met hier het Face & Cheek palette. Het Face Serum. De 3 lip olies. Kijk, deze zijn dat. En de 3 lipsticks. Want hier komt een losse video van online. Dus die komt ook nog eraan. Dus dit is het voor nu even. Het oogschaduwpaletje doe ik dan van de week even als ik die weer gevonden heb. Zo, ik ben klaar. De foto's zijn gemaakt. Ik heb net de spullen opgeruimd. Ik heb ook het vlees al opstaan wat ik ga eten. Want ik had zo'n riblap, die heb ik al opgezet. Dus die kan mooi pruttelen. Katten hebben net lekker gegeten. Tijgertje was maar nat spetteren met het voelbakje. Moest ik nog wel om lachen. Of dit drinkbakje, sorry. Groente is afgehaald en ik heb nog wat was opgevouwen en naar boven gebracht. Dus ik vind het voor nu wel weer eventjes goed. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Ik heb mijn voeten weer even zacht gemaakt voor hoe lang dat duurt. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik wel Million Dollar Island. En daarna ga ik eventjes die serie van vrijdagavond terugkijken. Want ja, ik wil natuurlijk wel bijblijven en verder is alles herhaling wat erop is. Ik ga mijn nagels even doen. Ik ga denk ik nog even mijn Disney spel doen. Ik ga foto's bewerken. Misschien nog wel een stukje maken voor de video van dinsdag. En dan ga ik mijn Netflix serie weer kijken en blauw. En dan ga ik weer lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik heb nog steeds wel behoorlijk last van het beeldje te kopen dat het straks even wat minder wordt. Want ik vind gewoon praten nu heel lastig. Dat het pijn doet. Ik heb ook het idee dat mijn keel een beetje zeer doet. Maar dat kan komen door de hooikoorts. Dus ja, dat wordt eigenlijk verder dan ook de avond. Het is 31 graden. Ik ben nu gewoon eventjes een beetje zat. Ik kan niet zo goed meer. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Eventjes lekker even relaxen. Want ik vind het nu toch wel eventjes pittig allemaal. Maar het komt wel helemaal goed. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 12 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik zal gelijk even met een update beginnen over mijn mond. Ik heb nog steeds pijn. Ik heb gisteravond een aspirintje genomen en toen werd ik vanochtend een keertje heel vroeg wakker. Toen had ik ook weer erg veel pijn. Toen heb ik weer een aspirine genomen. Die had ik nog in mijn nachtkastje liggen. Dus ben ik uiteindelijk wel in slaap gevallen. Ik moet zeggen, het is nu houdbaar. Maar het is nog niet wat het wezen moet. Dus ik hoop dat als ik wat meer aspirine nu slik de komende de dag door, dat de pijn gewoon weg zal trekken. Eten is wel echt een drama. Ik heb gisteren letterlijk 3 kwartier over mijn maaltijd gedaan. Nou, normaal doe ik er echt korter over. Omdat ik eet natuurlijk eigenlijk altijd alleen. En als je alleen eet, dan eet je ook sneller. Tenminste, dat heb ik. Dan dat je met een gezin eet of eventueel met je partner. Want dan praat je tussendoor. Ja, en als je alleen eet, dan ben je het zo kwijt. Maar gisteren heb ik er dus heel lang over gedaan. Dus dat vond ik wel heel vervelend. Ik had op een gegeven moment echt zoiets. Oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om te eten. Maar ik dacht, ja, toch maar door eten. Want anders heb je bijna niks binnen. Dat vond ik wel pittig. Ook tandenpoetsen vond ik echt heel erg lastig, want ik kan mijn mond dus niet heel ver open doen, omdat het heel veel pijn doet. Dus verder dan dit lukt niet.
Ja, dan kan je tandenborstel er niet echt lekker tussendoor. Dus dat was wel lastig. Maar ik hoop gewoon met die aspirine dat het gewoon ja, snel wegtrekt en dat alles weer normaal is. Ik heb net de tweede ventilator aangezet, want het is natuurlijk weer behoorlijk warm. Ik vind slapen ook wel echt een drama. Hebben jullie daar ook last van? Slapen jullie een beetje goed met de warmte? Nou, ik dus echt totaal niet. Ik heb gisteravond even Million Dollar Island gekeken. Dat was wel weer heel leuk, want ja, de groep wordt kleiner. Dus je gaat ook wel sneller richting de finale. En de spellen zijn ook wel lastig, maar was wel weer leuk. Toen heb ik Anoniem teruggekeken. Was ook wel weer heel spannend, moet ik zeggen. Dan ben ik in ieder geval blij voor vrijdag, want ik had het dus opgenomen, maar de opnames waren mislukt. Dus ik heb ook nog even, ik weet er alles van, teruggekeken, want ik wilde toch wel graag de finale zien. Maar die moest ik ook even terugkijken, want de opname die was er dus niet. Ik heb nog even mijn Disney-spel gedaan, dat was wel heel leuk. Ik kwam nu bij Winnie de Pooh terecht, dat was wel heel schattig. En wat is Winnie de Pooh dan heel klein, echt wel lief. Ik heb mijn nagels nog gelakt, ze zijn geel. En dat is, even dopje er goed op, dit kleurtje, deze. Het is dus de 108 Petal Lemon, dus die, nou, dikke prima, leuk zomers kleurtje. En toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken nadat ik mijn foto's heb bewerkt en nog even met een blogpost aan de gang geweest voor een ja, previewartikel, maar die heb ik nog niet afgekregen. En toen na de Netflix-serie ben ik weer blauw-blauw gaan kijken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En ben ik ook wel vrij snel in slaap gevallen, want ik merk wel dat ik nog steeds gewoon moe ben na het weekend. Maar prima. Ik ga een was aanzetten. Ik ga de kattenbakken lekker doen. Ik moet nog een hele grote was opvouwen. Dus ik heb nog zat te doen. Dus ik ga muziek aanzetten en maar eens even aan de gang. Des te eerder ben ik klaar. En ja, dat ga ik dus nu eventjes doen. Ik heb het in die beker die ik van mijn moeder heb gehad. Maar ik durf nu niet zo heel goed zoet drinken te drinken. Omdat het best wel pijn doet. En ik merk ook dat ik daar heel dik slijm van krijg. Dit spoelt wat makkelijker weg. En op zich is met het warme weer bij water ook wel beter. Maar ik heb al eerder gezegd, ik ben niet zo'n hele goede waterdrinker. Dus ik ga donderdag weer even spa rood halen. Maar in ieder geval, alles is klaar. Ik heb wel de was op de verkeerde stand gezet, want deze duurt dus heel lang. Dus ik heb voorlopig nog geen schone was, vrees ik. Maar goed, moet maar even kijken. De kattenbakken zijn gedaan, de douche is klaar, de was is weggevouwen. Dat is allemaal wel weer fijn. Dus nu is het wachten tot deze was weer klaar is. Maar het was wel pittig, jongens. Het is echt warm. Ik weet niet eens hoeveel graden het nu is eigenlijk. Ik ga heel eventjes kijken. 30 toch nog. Nee, echt goed. Ik ben in ieder geval blij dat het klaar is. Dus ik ga zo meteen even lekker relaxen. Ik moet nog even het dweilwater weggooien. Ik heb alles ook koud gedaan. Dus koud dweilen doe ik al heel lang. Ik heb ook alles met koud water schoongemaakt. Want om nu met je handen in warm soep te zitten, daar word je ook niet blij van. Dus ik heb het gewoon zo gedaan. Ik ga dus even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en eten. Dat wordt natuurlijk wel weer een beetje een drama. Dus ja, ik zie daar wel een beetje tegenop. Maar ja, het zal moeten. Vanavond kijk ik gewoon weer. Ik weet er alles van. Leuk. Zin in.
Daarna ga ik Chateau Meiland kijken. En ik denk Kopen zonder kijken al een deel. Die moet ik volgens mij nog even opnemen. Oh nee, dat kan niet. Chips. Dat vergeet ik steeds. Ik kan dat helemaal niet kijken natuurlijk. Omdat het nog bezig is als Chateau Meiland is afgelopen. Nou, dan ga ik iets anders kijken. Ik ga sowieso gamen. Daar heb ik zin in. Ik ga een video in elkaar zetten van morgen. Ik ga mijn blogpost schrijven. Misschien nog even verder met het reviewartikel. Dan ga ik daarna lekker weer... mijn Netflix-serie kijken en daarna blauw en dan weer lekker mijn boek lezen. Ik denk dat hij bijna uitkomt. Ik denk mijn water nog even ga bijvullen. Ik denk dat ik hem even in de koelkast zet, want dan blijft hij echt ijskoud en dat is wel lekker. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga je dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu gewoon eventjes lekker in de relax-modus, want ik heb genoeg gedaan, vind ik zelf. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Ik stel niet echt scherp, lijkt het. Oh, daar ben ik. Heb ik soms die ene... Ja, zie ik, had dat dingetje weer uitgezet. Dat de achtergrond onscherp is. Het is vandaag dinsdag. Het is 13 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ben niet vooruit te branden. Komt ook wel door het weer. En ook door de pijn die ik ervaar. Ik heb net gekoeld. Mijn wang, ik heb er iets koud op gelegd. Ik heb weer aspirine genomen. Maar ik weet inmiddels ook niet meer goed wat het nou is. Want ik neig heel erg naar mijn wang. Maar het kan ook nog een overbelasting zijn van de kaak. Want ik voel het dus ook in mijn oor. Het doet ook pijn als ik slik. Dus ik weet het niet zo goed meer. Dus dat maakt het allemaal wel een beetje lastig. Maar het is niet een pijn van een keelontsteking. Want daar heb ik wel ervaring mee. Maar... Ik weet niet, het voelt gewoon allemaal niet lekker. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. En ja, aan de ene kant denk ik, hij is heel dik. Maar aan de andere kant, misschien valt het ook wel mee. En ik weet ook niet of een huisarts er iets mee kan. Ik weet het niet. Ik heb gisteravond gekeken naar Chateau Meiland. Dat was wel weer leuk. Daarna heb ik even het perfecte plaatje gekeken, want daar liep ik nog eentje van achter. Ik kon natuurlijk Kopen zonder kijken, nog niet kijken omdat hij nog aan het opnemen was. Ik heb nog even gegamed. Daarna ben ik... een video in elkaar gaan zetten en een blogpost gaan schrijven. Dus toen dat allemaal klaar was, toen ben ik weer lekker naar mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik heb geloof ik nog 2 afleveringen, dus ik ben er bijna doorheen. En daarna weer blauw, dus dat was het ook wel. Ik heb mijn boek ook weer uitgelezen, dus ik kan vanavond ook weer een nieuw boek uitzoeken. Maar ik ben gewoon loom met dit weer. Ik heb gewoon weinig zin om iets te doen. Ik doe alles op mijn dode gemakje, ook omdat het eten natuurlijk zo slecht gaat. Ik bedoel, ik doe echt letterlijk zo lang over mijn eten, dat is niet grappig meer. Ik weet het niet zo goed. Het gaat gewoon eventjes niet zo top. En dat zal vast wel weer goed komen, maar goed. Vandaag op de planning, ik moet gewoon een video opnemen. Dus dat ga ik weer gewoon proberen. En daarna nog even diamond painten. En ik wilde eigenlijk boven ook nog wat doen. Maar ja, omdat het zo warm is, kun je ook zo weinig. Dat maakt het wel lastig. Dus ik ga gewoon wel eventjes kijken. Maar ik ga jullie in ieder geval meenemen. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen.
weg. Ik zit eventjes weer. Ik heb de video opgenomen. Ik doe eerst mijn horloge af. Want kijk, die staat nu helemaal in mijn arm getekend. Zie je? Moet ik het wel goed laten zien? Kijk, staat er helemaal in. Dat doet zeer. Zit een beetje te strak nu. Ik vind dit soort bandjes ook niet heel fijn hoor, met dit weer. Want die gaan heel erg zweten. Maar ja, het is even niet anders. Ik heb de video opgenomen. Ging eigenlijk allemaal wel goed. Behalve dan dat praten me heel veel moeite kost. Ik heb uiteindelijk toch in overleg met mijn coach besloten om donderdag naar de huisarts te gaan ermee. Want ik heb ook, zoals als ik dan wakker word, dan heb ik ook het gevoel dat die wang heel dik is. Ik wilde toch gewoon even graag naar laten kijken. Want voor hetzelfde geld zit er weer een ontsteking of iets, omdat het ook doortrekt naar mijn oor en in mijn keel. Dus ik wil toch wel eventjes graag ernaar laten kijken om te kijken of dat er niks zit. Ja, stel je voor dat het weer een ontsteking is, dat er iets aan gedaan kan worden, want dit hou je niet heel lang vol. Ik hoop gewoon even dat daar een oplossing voor komt. Ja, mocht dat niet zo wezen, dan in de hoop dat het vanzelf overgaat. Ik blijf de komende dagen wel gewoon mijn aspirine en zo slikken. Maar ik merk ook gewoon dat ik last heb van mijn keel nu. Ik heb lekker even diamond painting nog gedaan. Dat was ook wel heel lekker. Dus niet heel veel van kunnen doen, maar gewoon even weer één rijtje. Dat was prima, omdat het natuurlijk toch best wel heel erg warm is. Dacht ik eigenlijk dat het vandaag iets minder warm zou zijn. De temperatuur is even goed nog wel hoog. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan ga ik eten. Ah, ik doe een poging tot, want eten is dus echt heel lastig. Want ik kan niet verder dan dit. Nu moet je vork doorheen. Ik zit al steeds klem met mijn tandenborstel. Maar goed, dan ga ik eten. Dan ga ik daarna lekker weer, ik weet er alles van, kijken. En vanavond heb je weer Thijs Zeeman confronteert stalkers. Vind ik altijd heel interessant. Dan ga ik even een deel van Kopen Zonder Kijken bekijken. Want ik las reacties dat mensen ze wel kieskeurig vonden. Dus ik ben wel heel benieuwd. Dan ga ik mijn vlog afmaken. Dus die eventjes zorgen dat die helemaal afkomt. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Dan ga ik daarna lekker mijn Netflix-serie kijken. En weer blauw-blauw. En daarna een nieuw boek uitzoeken. Want ik weet nog niet wat ik wil lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. En daaronder staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!